Carrière bij Odin 59 op 22 augustus 2013 in een bekerwedstrijd tegen de Zouaven. En zijn eerste competitiewedstrijd speelde hij op 14 september 2013. Hij ging naar een andere vereniging toe, maar had op dat moment 197 wedstrijden in het eerste van Odin 59 gespeeld. En inmiddels staat hij dit seizoen op 3. En dat betekent dat hij vandaag zijn 200ste wedstrijd speelt. En daar willen we toch eventjes speciaal daarvoor in het zonnetje zitten. Hoi, ik ben Jari en ik ben de top van de week. En Odin heeft verloren met 5-0 verloren van Volendam. Ja, dan gaan we nu kijken naar de topper van de week. En dat is Jari Kinders. Hij is 8 jaar oud. Speelt in 9-2. Hij heeft vanmorgen gewonnen. Hij heeft 2 keer gescoord vanmorgen. Gaat hij ook een 3e keer scoren vandaag. Hij gaat op de keeper van Volendam af. En hij is goal. Gefeliciteerd. En een hele fijne middag, Jari. En dames en heren, we hebben allemaal een hele plezierige wedstrijd vanmiddag. Berry, kom er even dichterbij. Ja, ik zei al, de laatste keer dat je hier was, stond je met een grote smile en nu ook weer. Laatste keer was met Jong Volendam. Ja. 1-2, Joey Veerman, voor de statistieken nu even. Ja, je hebt het wel helemaal uitgezocht. Ik weet niet waarom dat is, ik had beter op school kunnen opletten, maar dit weet ik nog wel allemaal nog. Maar het is wel, wat je de eerste vraag, hoe is het? Dat is, wij hebben hier al verschillende klassiekers gespeeld de afgelopen jaren. Dus je gaat eind november, half december, ga je kijken op de ranglijst wat er allemaal mogelijk is en waar je staat. En dan zal het ongetwijfeld verdiend zijn. Dus dit was voor ons een wedstrijd op zich. En mijn hele staf heeft dat. We komen hier al jaren. We hebben hier fantastische wedstrijden gewonnen, fantastische wedstrijden verloren. En bij ons is dat niet anders geweest. Dus eigenlijk zijn wij geen moment met de stand bezig geweest. Wij zijn de hele trainingen, alle drie de trainingen bezig geweest met keihard in de agressiviteit, duels en afronden. Ja. Hoe heb jij die eerste helft ervaren? Van degelijk tot slordig. In ons opzicht. En dan heb je evengoed een paar spelers die van een bepaald niveau komen. Die dan zo'n wedstrijd kunnen openbreken in ons voordeel. En als je kijkt naar de kansenverhouding de eerste helft, dan was dat niet helemaal terecht. Alleen wij scoren wel, waar Odin niet scoort. Ja, Mark. Het is een waarheid als een koe. Hè? We hebben kansen gehad. Bal voorlangs, die niet aangeraakt wordt. Hoe zit jij dan op de bank? Ik zit vrij rustig op de bank tegenwoordig. Want je weet, we hebben de realiteit voor ogen. We komen dus regelmatig bij de 16 meter van de tegenstander. Elke wedstrijd weer. Dus dat is het vertrouwen wat wij moeten blijven houden. Alleen, ja, de grote vraagtekens in de kleedkamer zijn nu inderdaad wel, ja, wie maakt dan de goal? En ja, die hebben de eerste helft de kans hebben gehad. En ook in de tweede helft hebben we mogelijkheden gehad om een goal te maken. Dan blijf je wel in de wedstrijd. Je moest vandaag zelfs de topscorer aller tijden van Odin moest je opstellen? Nou, niet moest. Het mooie van deze twee jongens is dat ze mij een week geleden al aangeboden hebben van, joh, luister, we spelen in derde, maar we hebben er waarschijnlijk 20. We zijn beschikbaar. Kijk, en dat is natuurlijk wel machtig mooi. En ik zeg het week in, week uit, ik ben er enorm blij mee met de jongens die ik heb. Die jongens doen een stinkende best. Alleen, Berry zegt het al terecht, tussen slordig en kwaliteit. Daar hebben wij wat vaker met slordig te maken en wat minder met kwaliteit. En dat is niet omdat ze niet willen, maar ja, we worden gewoon op de hielen gezeten, op de schoenveters gezeten door een tegenstander. Nou, wij hebben in de rust wel even de koppen bij elkaar gestoken. En dan, wat ik al aangeef, hebben wij even de kwaliteit in de groep zitten die zelf die verbeterpunten aanbrengt in de rust. Dus op het moment dat wij met de staf aangeven van, jongens, wat vinden we er zelf van? Nou, in principe zijn onze beste spelers het meest slordig geweest. Maar dan wel in de zin van zo snel mogelijk proberen die wedstrijd te beslissen. En als het dan misgaat, laten zien dat ze het wel kennen. Waardoor dat averechts gaat werken. En dan moet je gewoon heel blij zijn dat je met 2-0 voor staat. En de afspraken nog een keertje allemaal nagegaan. En dan komt er een ander Volendam de kleedkamer uit. Want in plaats van dat we na 8 seconden 1-0 achter konden in de eerste helft, hebben we nu denk ik 4 kansen de eerste 5 minuten gehad om die wedstrijd te beslissen. En dat doen we dan niet. Want dan zit je in zo'n fase en dan moet je keihard vechten om dat weer terug te krijgen. En dan blijft het 2-0 van 16 tot 16. Hoop kansen.
En dan krijg je een situatie dat Mark Blessis als 3-4-3 gaan spelen. Ja, brutaal gezien en terecht, want wij maken die derde niet. Ja, en dan moet je op een gegeven moment toeslaan. En dat doen we dan op een gegeven moment uit een 1-2'tje. En als dan de 3-0 valt, ja, dan zie je die kopjes hangen. En dat is natuurlijk wel de grootste uitdaging voor ons. Dat die jongens er wel in blijven geloven dat het een keer wel gaat lukken. En dat je een keer voorkomt. Ik liep gelijk de catacombe binnen met Ricky Stals, met zijn tas op zijn rug. Ik ging wat rijden doen. Want ik ben hier al 6 jaar geweest tegen Ricky Stals. En die heeft ons verschillende keren een tik op de neus gegeven. Dus ik denk, jezus, hij zal het toch nu nog steeds killen. Kappen draaien en niet verder kruisen en schieten. Maar ja, ik vind het geweldig dat die jongens bijspringen. Ze zijn ook tegen Richard Klein. Ik zeg, nou, ik kroop me toch een beetje het gevoel. Ik denk, kut, hier rijden. Dus, mijn excuus. Maar dat is toch mooi hoe wij met elkaar omgaan, denk ik. Want dit is ook andersom geweest. Heel veel succes. Bedankt. En gefeliciteerd. Mark. Ga voor mij. En dames en heren, u bedankt voor uw aandacht. En tot de volgende keer.